Twee huizen, twee families. Dit is het gezin van Ruben en Tim. Zij logeren nu in Oene, in het huis van het gezin van Sam en Sifra. En die slapen nu juist in Alphen aan de Rijn, in het huis van Ruben en Tim. En hier heb je de speelruimte. Ja, daar zit ook een tekst op de muur. Thuis is waar je hart is. Hier is de badkamer. En daar hebben we nog een bad in eigenlijk, wat we thuis nooit hebben. Dus dat is wel leuk eigenlijk. Je eigen huis ruilen voor een ander. Het is voor Tim en Ruben de eerste keer dat ze dit doen. Ja, dat is het andere gezin eigenlijk, waar we nu slapen. Die zitten nu in ons huis. Nou, dat is natuurlijk een beetje gek, want ze zijn natuurlijk vreemden. Dus ja, het zijn geen bekenden. Dus het is eigenlijk een beetje apart dat je bij vreemden slaapt. Maar ja, het is wel leuk dat mensen echt zo'n foto dan hebben. En wij hebben dat ook. Dat kan je een beetje zien ook wat voor mensen hier wonen. Ik geloof dat het wel aardige mensen zijn. Via een site hebben ze elkaars huis gevonden en zijn toen geswitcht voor een lang weekend. Maar dat betekent dus ook aan elkaars keukentafel zitten. Mag ik dit? Elkaars speelgoed gebruiken. Elkaars huisdieren verzorgen. Tim die had gevraagd aan mij of ik de vissen eten kon geven. Maar ook in elkaars bed slapen. Ik slaap helemaal boven. En dat is helemaal hier. En hier een bordje. Van Sam. Ik vind het grappig, omdat je slaapt daar eigenlijk altijd, maar nu slaapt daar gewoon iemand anders. Ik ben altijd wel benieuwd hoe andere mensen leven. En nou, zo kom je dus achter. Toch is het niet alleen maar leuk. Er zitten ook wel wat nadelen aan, vinden Tim en Sifra. Nou ja, vaak doe je je eigen huis natuurlijk weggeven voor andere mensen. En dat vind ik niet altijd even leuk. Je moet je hele huis opruimen en schoonmaken en... Dan ben ik soms een beetje bang dat ze in mijn spullen gaan zitten of zo. Het hoeft voor mij niet te vaak, want het is wel heel veel gedoe elke keer. Maar als je dan eenmaal ergens bent, dan is het wel weer leuk. Huizen ruilen kost geen geld. Je zit dus helemaal gratis even in een andere omgeving. Hier is het gewoon een woonwijk met heel verschillende huizen, heel verschillende auto's. En bij ons, als wij het eraan kijken, zie je misschien 1 of 2 boerderijen. En dan kijk zeg maar tegen de dijk aan en daarachter zit al de IJssel. Ik vis veel hier in de buurt, omdat er veel water zit. Want in Alphen kan je niet per se, ja, je kan wel dingen buiten doen, maar het is niet echt dat je net zoals hier buiten in het bos kan wandelen of iets. Dat heb je in Alphen allemaal niet. Tja, even wennen dus, maar wel erg leuk vinden ze in deze gezinnen. Zo leuk zelfs dat ze het allebei binnenkort weer gaan doen. In de meivakantie naar Parijs. Frankrijk.